in deze gastouderopvang, dacht je? We hebben twee handen voor nodig. Dat kan ik niet filmen. Nee. Ik heb de trampoline in de school gemist. Klaar. Dat wil je zelf zien. Wie is dat mooie kind? Een hele goede morgen en welkom bij deze eerste nieuwe dagvlog. Het is vandaag dinsdag 12 april en ja, we gaan vandaag de dag filmen. Het zal vandaag een gastouderopvangdagje worden. Ze hebben studiedag vandaag. Ik begin ietsje later dan normaal. Ik weet wel dat de kinderen nog even naar de tandarts moeten. En verder is de dag voor mij een beetje onvoorspelbaar. Dus ik heb ook daar dus geen planning op los kunnen laten. Omdat ik niet precies weet hoe laat wanneer de kinderen er zijn. Dus we gaan het zien. We gaan het beleven. En ik neem jullie mee in deze gastouderopvangdagje van een studiedag. Allereerst hebben we hier mijn ontbijt. Ik ontbijt eigenlijk altijd met een Herbalife shake en een koffie. En mijn boeken liggen hier te wachten. Terwijl ik eet, lees ik vaak nog even wat. En dan, want het is de tandem read van de Glazen Troon serie. Die lees ik dan door elkaar heen. Omdat ze allebei in dezelfde tijdlijn gebeuren, die twee boeken. Het is een boekenreeks. En ja, dat vind ik altijd heerlijk. Als ik even kan lezen terwijl ik ontbijt of zo. Inmiddels mijn jas aan. Ik ga de kinderen ophalen. Dat ja, doe ik eigenlijk altijd. Ja, dan zie ik jullie zo hier terug weer met de kinderen. En we zijn hier. Het is inmiddels bijna 10:50. Nou ga ik even stofzuigen zodat de Rosa op de grond kan. Want eigenlijk, ja, dat moet eigenlijk elke dag. Want Bella maakt natuurlijk heel veel haren. Rosa ligt, rolt over de grond heen. En dan is een soort van kleefrollen met al die haren. Dus ja, ga ik even stofzuigen. En dan zitten altijd Fleur en Tim even braaf op de bank. Tadaa. Echt heel braaf. Tim is even op zijn mobiel. En Fleur die zit voor zich uit te kijken. Te wachten. Totdat ze mag spelen. Rosa hier op de grond inmiddels. Lekker spelen. Ja, dan is het voor mij altijd nog even vaatwassen leeghalen. Vullen wat hier achter staat van vanmorgen. Even een was in de wasmachine doe ik eventjes nu. Fluff heeft televisie aangezet, want we gaan zo meteen eerst even een broodje eten ook. Voordat we gaan knutselen of iets anders gaan doen. Ja, dus dat is een beetje tot nu het ritme, zeg maar. Tosti maken voor Tim. En een broodje kaas en eentje met hagelslag voor Fleur. Tosti. Lunch voor mij. Twee met sandwich spread en twee met pindakaas en thee. En nu is Rosa aan de beurt om een flesje te doen. Die staat hier klaar. Gaan we even eten, Roos. We hebben twee handen voor nodig. Dat kan ik niet filmen. Nee. Gewoon lekker eten. Ja, zin in? Ja, zin in. Tim is bang en zenuwachtig. Fleur heeft veel zin in. We gaan een hoofdstuk uit dit boek lezen. Tim gaat een stukje lezen. Fleur niet. Jawel, Tim. En ik heb mijn leesbril al op. Oh, zien jullie hem? Ik heb mijn leesbril op. En we gaan lezen. Ja, oké. De mysterieuze controller. Wat als gamen opeens levens echt wordt? Bam, bam, bam. Kijk dan. Dat is ook nog heel mooi getekend erin. Kijk, het gaat over die tweeling. Ja, of van gamen. Eentje kan het goed en de ander kan het minder goed. Kan niet. Oké. Hoofdstuk 1, Finn en Ella. Nou, het boek begon vrij wonderlijk over een dikke papa die de controle tussen zijn billen had. Dus... Ja. En toen moest die moeder het ertussenuit vissen. Dus nou, we zijn nu even gestopt. We gaan nu iets voor Pasen nog even doen. Want ja, dat is eigenlijk de enige dag dat we even kunnen verven. De rest hebben ze weer school en ja, zijn ze weer laat hier. Maar ik had hele leuke dingetjes bij de Cute Dutch box gekregen. Deze. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Kunnen ze dat in een paastak hangen of zo? Hebben jullie thuis al een paastak? Nee. Nee, hè? Nou, dan hang je hem maar gewoon in een plant of zo. Dat kan ook. Nou, lekker bezig, jongens. Kuikentje. Ja, kuikentje is wel geel, hè? Fleur heeft een rood konijn. Ook mooi. Ook mooi. Ja. Inmiddels ben ik fruit voor Rosa aan het maken. Meestal een peer, appel, banaan. En dat doe ik met staafmixer en dan een liga er nog doorheen. En dan heeft ze een lekker fruithapje. Ja.
Fleur is daar met rietjes speelgoed aan het spelen. En nou, Rosa zit met haar mond open. Oké, Rosa komt ie. Komt ie, hapt fruit. Zo. Hop. Het is een beetje lastiger met de camera zo. Nu nog een hapje? Nog een hapje, Rosa. Nog een hap? Ja. Zo. En... Nou, we hebben de trampoline ook weer eens even schoongemaakt. Daar kan ook weer opgesprongen worden. Wel even veilig, hè? Even de rietje. Ja, die hoeft niet dicht hoor, de onderste. Het is goed zo. Okay. Zo val je er ook niet uit. Oeh. Yeah. Oeh. Ook niet, als ik de rest al dicht. Ja, je moest weer even wennen natuurlijk. Oeh. Ik heb de trampoline zo gemist. Inmiddels ben ik de gehakt aan het... Rul maken. We gaan macaroni eten. De rest ligt al daar. En top. En terwijl ik kook zitten Fleur en Rosa even televisie aan het kijken. Tim is aan het gamen en kan ik het koken. En dan gaan we zo meteen macaroni eten. Nou, prutje, de saus voor de macaroni is klaar. Die saus die doe ik dus door de helft en de ene helft gaat dan in een bakje afkoelen en dan in de vriezer voor een volgende keer. En dat is veel makkelijker, ook als de opvang dan gaande is, dan pak zo'n bakje eruit. Alleen een pasta erbij te koken, het kan macaroni zijn, het kunnen van die tortellini's zijn, het kan van alles kan wel zijn wat je erbij aan pasta doet. En dan scheelt het gewoon weer eens een keertje. Dus ik vind het heel moeilijk om voor... minder mensen te koken, merk ik. Dus ik heb steeds te veel. En ik heb het nu maar zo opgelost. Dus dan gooi ik niet de hele macaroni in de vriezer. Maar alleen het sausje, zodat we ook nog een beetje variatie qua pasta hebben, zeg maar. Dat we dan niet de hele tijd de macaroni moeten opeten. Maar dat we dan de saus kunnen gebruiken voor andere pasta. Dus misschien wist je de tip al, misschien niet. Nou, bij deze. En dan nog, als ik de saus heb gesplitst en een zak macaroni heb gepakt, heb ik nog zoveel eten. Dan kunnen we... zelfs ook nog 2 dagen van eten als we dat zouden willen. Maar vaak geef ik dan wat mee aan Daniela. En dan, Want hier heb ik zeg maar het tweede deel van de saus in gedaan. Het gaat even afkoelen en dan gaat het in de vriezer. En dan heb ik nog zo'n portie als ik er alleen maar macaroni bij doe. Dus ja, we gaan lekker eten zo. Dan ga ik nu eerst Rosa eten geven. Rosa heeft ook macaroni. Ze heeft een toetje en haar medicijnen. Dat is voor haar epilepsie. Krijgen ze rond etenstijd ook, heeft de mond al open, gaan we die altijd eerst doen en daarna gaan we lekker eten, Roos. Heb je honger? Volgens mij wel, mond was al open. We gaan het snel doen, ja. Rosa, ben je klaar? Klaar met eten. Klaar. Je wil zwaaien, hè? Klaar. Klaar. Dat wil je zelf zien. Wie is dat mooie kind? Oh. Wie is dat mooie kind? Ben jij dat? Rosa, dat ben jij. Kiekeboe. Kiekeboe. Ik had net het klepje open omhoog gedaan, zodat Rosa zichzelf zag. Ze vindt het zo grappig dat er een kindje in die camera zit. Nou, Rosa heeft gegeten. Nu ga ik alles klaarmaken dat wij kunnen eten. En met wij bedoel ik Tim, Fleur en ik. Mijn nichtje is nu op paardrijden. Die eet dan later als zij klaar is met paardrijden. Steven is met school nog bezig, meen ik. Dus die eet ook altijd later. Die is tot 5:30 met school bezig. Ze zijn aan een eindproject bezig, dus het duurt... Ja, iedere keer is hij heel laat klaar pas. Dus die eet dan ook later. En dat is meestal een beetje zo. Op de dagen dat de kinderen er zijn, eet ik vroeg met de kinderen. Eet Steven en mijn nichtje vaak ook wat later. Dus ja, dat ga ik even nu regelen. Ja. Rosa is in ieder geval voldaan. Rosa? Kijk, heel tevreden. Die is super tevreden. Kijk dan. Hey, kijk je tevreden? Ben je tevreden? Ja.
Inmiddels is het einde van de dag in zicht. Het is bijna 6:10. We hebben gegeten, ik heb de keuken opgeruimd en ik heb hierachter... Dolle Fleur is altijd dol. Gaan we zo naar huis? Ja! Yes! Mensen krijgen een ander antwoord, maar ze is nu dol, dus dat houden we er nog even in zo. Rosa is hier. Roos. Kijk, achteruit. Hi, wie jij dat? Hey, Kaartje, achteruit. Wie jij dat? Kaartje, wil je achteruit? Gaan we naar huis zo. Billen. En Tim komt ook zo aan, dus ik zie je straks thuis weer. Nou, inmiddels thuis aangekomen. Ik heb net even een TikTok opgenomen dat ik weer boeken binnen heb. Ik zal ze ook even hier laten zien. Ja, dat is een of andere auteur die volgt mij ineens op TikTok. Die schrijft ook boeken. En zijn inspiratie haalt hij bij Stephen King weg. Dus nou, ik was meteen helemaal hooked. Ik dacht van, oké, als jij inspiratie daar vandaan haalt. Ik hou van Stephen King, zijn schrijfstijl, zijn storytelling. Ik heb bijna al zijn boeken van Stephen King. Nou ja, ik heb er heel veel. In ieder geval, maar hij had College of Shadows geschreven. En er is ook nog een deel 2. En die is ook onderweg. Die had ik ook besteld, maar die had wat meer levertijd bij Amazon. En dan had ik deze. Die zie ik heel veel voorbij komen op TikTok. Impossible. En ja, het is allemaal wel Engels. Het is wel goed voor mijn Engels, weet je, om wat meer Engels te lezen. En dan heb ik van Colleen Hoover, Verity. Deze, die was wat langer onderweg. Die had ik een tijdje terug al... besteld bij Bol. En was hij niet leverbaar. En eigenlijk 2 weken geleden of zo. En nu pas kwam hij binnen. Dus ja. Die boeken waren vandaag binnengekomen. Helemaal blij mee. En nou moet ik echt even stoppen. Want moet ze ook wel gelezen krijgen. Want ik ben nog steeds met die tandem read bezig. Die 2 boeken door elkaar. Van Rijk van Stormen. En hoe heet die allemaal ook weer? Ik hak zelfs de titels. Weet ik soms niet eens meer. Toren van de Dageraad. Toren van de Dageraad van Sarah J. Maas. En dat zijn beste boeken. Ieder bijna 700 bladzijden. Of 647 bladzijden of zo. Ieder. En dan moet je ze met z'n tweeën door elkaar lezen. Dus je bent wel zo'n 1200, 1300 pagina's aan het lezen. Dus dat duurt ook wel eventjes. Maar ik vind dan... Ik vind het heel moeilijk om me alleen bij deze boeken te houden. En niet nog een Engels boek er doorheen te doen. Want normaal gesproken doe ik dat. Dan heb ik een Nederlands boek en dan lees ik een Engels boek. Om mijn Engels een beetje up-to-date te houden. Want ik merk als ik heel veel Nederlands lees dat... Mijn Engels lezen slechter wordt, dus ik wil dat erbij houden. Maar nu met die 2 boeken door elkaar vind ik het niet handig om het te doen. Ik denk, ik moet mijn focus op die boeken houden, dus ik ga die lezen. Ga ik nu ook doen. Ik ga nog even lezen. Ik ga deze dagvlog afsluiten, want anders wordt het weer een heel ander soort vlog. Dit was de dagvlog van een gastouder met kinderen met een studiedag. Dus ja... Hoe vonden jullie het weer? De eerste dagvlog weer in lange tijd. Tenminste, we hebben in december natuurlijk wel zo'n maand gehad. Maar was ik niet van plan om ermee door te gaan. Maar nu heb ik wel zoiets van, ik wil dit eigenlijk wel gewoon weer doorzetten. Voor lang, zeg maar. Kijk hoe lang het leuk blijft, toch, mensen? Dankjewel weer voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal als je nog meer... van dit soort dagvlogs wil zien. Als je ideeën hebt voor een thema, voor een dagvlog, zeg het me. En ik ga kijken of ik er eentje kan bouwen voor jullie. Ik wens jullie een hele fijne dag. Kijk je dit in de avond, dan wens ik je natuurlijk wel rusten. Doei doei!